een koor. Ik zat toch al, of niet? Was ze toch zwanger? Ik dacht, moet je met je eigen ding, hè? Oh ja. Blijf zitten, blijf maar zitten, hè? We gaan niet tegen haar praten, hè? Gewoon je bek houden, hè? Ik hoop dat je moeder trots op je is. Echt, Molla, echt waar. Ik hoop dat je moeder trots op je is. Benjamin, mag ik jou een vraag stellen? Ja. Zou jij graag kinderen willen? Nou, niet nu. Niet nu op dit moment, nee? Niet nu, maar later wel, ja. Oh, wat leuk. En jij, papa Jaap? Ik denk het ook wel. Ja? Ja, ik moet eerst maar eens even een draagmoeder vinden of gewoon een überhaupt een vrouw. Ja, nee, zeker. Ja, ik zou zeggen, doe een oproepje. Wie mag er in jouw DM slijden? Alle vrouwen, alle vrouwen. Het liefst tussen de 23 en 33. Oh ja. Goed gevormd. Ja, tot zover. Klopt. Ik zat laatst bij een bushalte. Ja. Dat klinkt als het begin van een mop, hè? Ja, maar vertel. Toen kwam er een dame aan. Ja. Zwanger en al. En die vroegen mij, goh, mag ik even op dat bankje zitten? Knappe knul, want ik heb mijn rust even nodig. Ik zeg, tuurlijk mooi, mevrouw. Gaat u rustig zitten ter bevordering van de gezondheid van u en uw kind. Ja. Nou, dat is niet echt een grappige clue, maar... Nee, helemaal niet leuk. En nog minder leuk als diegene niet zou opstaan. Dus als jij niet was opgestaan. Hé, hey, ik voel een case. Dat is een heel goed experiment. Hebben we een dame daarvoor? Nee, maar misschien kun je even in je DM kijken. Misschien heb je al wat binnen. Goed, laten we maar eens even naar de locatie gaan. Hey, eerst. Op naar Almere. Woehoe. Deze keer. Wij zijn Benjamin en Jaap en gaan Nederland eens flink aan de tand voelen. Met een bus vol vermommingen en verborgen camera's rijden we door het land om samen met een bekende vriend of vriendin te testen hoe mensen reageren op onze sociale experimenten. En dat doen we in Your Face. Bianca, kom snel, het regent hartstikke hard. Kom! Wat leuk dat je er bent. Ja, nou. Ja, Dianta, welkom. Voor de niet-televisiekijkers. Jij bent een beetje de Yvonne Kolderweijer van SBS, toch? Je begint nu al te beledigen. Ja, oké. Dat gaat wel heel lekker. Vind je dat niet leuk? Nee, ik ben absoluut geen Yvonne Kolderweijer. Ik presenteer shownieuws. Het is wel anders, hoor. Ja? Ja. We gaan vandaag een case doen over... Het heeft te maken met moederschap, kinderen. Heb je zelf kinderen? Ja, ik heb twee boys. We gaan vandaag kijken wat er nou gebeurt als we onbeschoft doen tegen een zwangere vrouw. Ja. Heb je zelf wel eens zoiets meegemaakt? Nou, ik moet zeggen dat als je zwanger bent, dat je wel merkt dat mensen heel behulpzaam zijn. Dat je voor mag in de rij in de supermarkt, dat mensen voor je opstaan. Maar ik kan me voorstellen dat het wel gebeurt dagelijks. Je bent, als ik de Juice-kanalen mag geloven, nu niet zwanger. Voor de scène gaan we jou wel zwanger maken. Oh my god. Nee, deze ga jij straks omkrijgen. Ja, waardoor je zwanger lijkt. Oké, nee, maar dit is helemaal mooi, een zwangere buik. Ja. Ik zit straks bij een bushokje en jij komt op een gegeven moment aan. Jij wil daar ook graag zitten, dus je vraagt van mij, mag ik misschien even zitten? Want ja, ik ben zwanger. Ja, natuurlijk. Maar ik ga dat absoluut niet doen. Maar je bent zo lief. Nou. Denk je dat? Ja, je bent zo'n koetje-koetje, zo heel lief. Ja. Jij bent ook koetje-koetje. Ik ben koetje. Ja, dat is iets anders. Ja, zo lief ben jij helemaal niet, hoor. Nee. Kom, we gaan het eens even proberen. Okay, ik ben heel benieuwd. Ja, op naar het regenachtige Almere. Ah. Ah. Dames, ga voor. Oh ja, kom. Sorry, zou ik hier misschien mogen zitten? Waarom? Ik ben zwanger en ik heb best wel last van mijn rug. Ja, het wordt steeds zwaarder. Ja. Ik probeerde het net ook al. Klein zo. Ja. Zie je wel. Ja, voor die toeters, hè. Maar het voelt niet klein. Sorry, zou ik misschien wel even mogen zitten? Waarom? Omdat ik zwanger ben en echt heel veel last heb van mijn rug. Ja, maar ik zit hier toch al? Ik heb last van mijn bek ook. Ze kiest er toch zelf voor om zwanger te raken? Wat kun jij goed gemeen zijn? Je bent hartstikke lief, weet je, ja. Ja, maar naar doen kan hij als geen ander. Zo, je kon ook niet wachten. Sorry, meneer, zou ik misschien heel even mogen zitten? Ja, ik zit hier toch al. Ja, ze leefde erg met je mee, maar ze sprongen niet echt tussen, hè? Nee, er kwamen wat kreetjes uit, hè? Van nou, dat. Nou, dat kan ook werken natuurlijk om iemand wel te laten weten van... dat is niet helemaal oké wat je doet. Jij bent toch zwanger geworden, of niet? Is dat toch jouw probleem? Als ik heel even zou mogen zitten, zou dat heel fijn zijn. Maar niet op mijn plek. Ik ga niet opstaan. Ja, ik heb gewoon heel veel last van mijn rug. Anders als u een stukje opschuift, zou dat Maar ik zat toch al, of niet?
omdat ik zwanger ben. Waarom kan je niet opstaan praten? Dankjewel. Zij kiest er toch voor om zwanger te worden, of niet? Dat moet toch niet mijn probleem worden? Zo, hè? Ja, en deze meneer naast ons, die krijgt het ook wel mee. En die heeft nog wel oortjes in, maar die gaan langzaam uit. Spekelig gewoon. Ik zou het normaal ook niet vragen, maar ik heb heel veel pijn. Ja, maar jij kiest er toch voor om zwanger te raken? Je kunt toch echt wel even staan, doe niet zo moeilijk. Kom op, zeg. Nou, doe normaal, man. Ja, hij sprak me een paar keer aan, maar goed, ja. Ja, ik trok me daar natuurlijk niet iets van aan. Ik denk dat mijn bus ook zo komt, hoor. Maar als ik heel veel zou mogen zitten, want ik heb gewoon zo'n last van mijn rug. Nou, niet hier, ik zit hier al. Anders, als je een klein stukje opschuift, dat ik naast je kan zitten? Jij kiest er toch voor om zwanger te raken? Of niet? Deze oudere dame, die kreeg het ook al mee, hè? Die zat een beetje om zich heen, een beetje zenuwachtig. Die mevrouw was zo lief, want alles in haar sprak haar verbolging, zeg maar, uit. Die zei echt... Nou, wat is dit echt zo van dat ik dit op mijn oude dag... Dat het bestaat nog. Het bestaat, weet je. Oh. Ja. Spekloos. Je hebt toch ook een vrouw misschien met je kinderen, hè? Nee. Nee, je ziet ook wat ze zwanger is. Ja, nou? Ze heeft toch pijn? Zit er wel een kindje met haar? Ja, nou? Wat een goor. Ik zat toch al, of niet? Maar ze is toch zwanger? Totdat mijn bus En dan blijft ze even staan. Ik wil ook geen ruzie met u maken. Ik wil alleen maar heel even zitten. Ik wil geen ruzie, maar ik ga niet opstaan. Ik zat hier al. Wat de fuck, ouwe? Wat? Is dat echt wat je zegt? Maar toen waren daar ineens twee meiden. Oh, zo twee engelen opeens nedergedaald op aarde. Ja. Trekbeen. En ze pakte jou keihard aan. Ineens vanaf de andere kant ook. Ja. Ik zit hier al en dan komt zij van, mag ik zitten? Ja, tuurlijk vraagt ze dat of ze mag zitten. Dat is toch normaal? Maar ik zit hier toch al, dus hoezo mag ik opstaan? Dat is jouw fucking grote ego. Mijn ego? Ja, je kan toch gewoon opstaan voor mijn vrouw? Kijk haar buik. Haar buik is daar, is niet hier. Je kiest er toch zelf voor om te gaan reizen, of niet? Je hoeft niet tegen haar te praten, man. Ja, zeker wel. Nee, je hoeft niet tegen haar te praten. Zeker wel. Dan moet je met je eigen dingen, hè? Okay. Oh, ja. Blijf zitten, blijf maar zitten, hè? Maar ga niet tegen haar praten, hè? Gooi je bek houden, man. Ja, ik blijf zeker zitten, ja. Kom op, zeg. Nu moet ik gaan opstaan voor haar. Wat op. Ja, maar dat moet toch niet mijn probleem worden? Het is haar probleem dat zij zwanger is, inderdaad. Precies. En het is nu jouw probleem dat jij nu gaat opstaan en die mevrouw netjes laat zitten. Oh, ik moet opstaan? Zeker. En al helemaal met zo'n attitude. Oh ja. Ik hoop dat je moeder trots op je is. Echt, lolla, echt waar. Ik hoop dat je moeder trots op je is. Want oh, ja. Ik had je echt een trap op je bek gegeven. Oh, is je moeder trots op je? Nou, ik denk niet dat ze deze video zien. Nee. En dat verder, snap ik wel. Verder wel, toch? Ja, verder wel. Maar zij was echt top. Echt. Heel erg. Ja, als je in zo'n situatie bij de bushalte staat, dan wil je echt dat er zo'n dame is. Ja. Het zou heel fijn zijn. Jij raakt zwanger, dat is dan toch jouw probleem, of niet? Dat je daar moet. Ik wil even naar jou. Wat? Hebben geen manieren gelid, of ze hebben geen manieren gelid. Zie je ziet dat ze zwanger is? Zo, jij durft. Laat die vrouw alsjeblieft zitten. Kijk hoe ze erbij zit, man. Dankjewel. Ja. Laat hem lekker even staan. Ik wil ook geen ruzie, staan, ik wil ook geen ruzie, meneer. Ik hoef niet naar jou te luisteren. Ik zat hier al en ik blijf hier zitten. Mag ik toevallig voor je opstaan? Ja, dankjewel. Dankjewel voor je mooie taak. Waarom moet je zo nodig zitten, joh? Dankjewel. Belachelijk. Heb je zelf kinderen? Nee. Oh, maar je gaat echt een goede moeder zijn. Dat denk ik ook. Dames, mag ik jullie even uit de situatie halen? Deze situatie is niet echt. Hij hoort bij ons en zij hoort ook bij ons. Wat hebben jullie goed gedaan? Nee. Wij horen bij elkaar. Het is voor het programma In Your Face. Hij is niet zo'n klootzak. Shit, man. En zij is niet zwanger. Wij nemen een programma op en het heet In Your Face. En u heeft het heel goed gedaan. Ja, we horen allemaal in het complot. En zeker die vervelende jongen. Wat vonden jullie van deze situatie? Ja. Sorry, mevrouw. Sorry, sorry. Oh, nee. Ja, kijk. Ze horen bij elkaar. Ja. Zeker. Wij hebben samen het kind gemaakt. Ja. Nee, ik vind het echt zielig. Vond je het zielig? Ja. Wat vond je zielig? Ik zat toch bijna over. Ik vond het zo zielig. Het is mijn bus, maar ik wacht hier. Ik dacht, als je nog één woord zegt... Oh, echt? Oh, je ging voor de zekerheid blijven staan om haar te beschermen. Man. Ja, man. Oh. Wow. Ik wou je bijna. Broek, en deze dame, dat is de shownieuwspresentatrice, dat is Dianta Broeks. Presentatrice Dianta Broeks. Ja. Absoluut. Wow. Jij ook. Thanks. Ja, jij hebt echt goed gedaan, want ik ben echt boos van jou. Ja, geef elkaar even een knuffel, want jullie hebben heel goed gedaan. Ja, serieus. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen, man. Ik was niet de enige die hier stond, maar toch, niemand zegt er wat van. Ja. Nee. Heftig. Waarom jij wel dan? Ik dacht van mezelf, het zou mijn moeder zijn, of mijn zus, of gewoon een familie van mij. Weet je, waarom zou ik niet voor haar van opstaan?
best wel agressief eigenlijk van binnen qua gevoel. Dat ik echt dacht van, ja. Serieus? Ja. Moet de coach het niet ervoor om op zijn bek te staan? Nee. Zei je tegen de meneer die hier zat, van, goh, zou je misschien plaats willen? Ja. Dus je lost eigenlijk helemaal die situatie op, hè? Ja. Ja. Maar ook gedaan. Echt, ik vind het zo mooi, want er zijn genoeg mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen. Voor wat voor redenen dan ook. En je had er niks mee te maken en je springt gewoon voor een ander in de bres. Echt respect. Ja, jullie mogen trots zijn op jezelf. Meen ik serieus. Ja, echt goed gedaan. Ja, Dianta, het zit erop. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk om te doen. En ook wel grappig om te zien hoe mensen dan reageren. Zoveel verschillende reacties eigenlijk. Ja. Het viel me op dat heel veel mensen zich wel bewust waren van de situatie, maar dan niet in durfden te grijpen. Maar ook heel veel mensen namen het gelukkig. Wel voor je. Zeker. Ik heb vertrouwen in mijn medemens. En echt heel mooi om te zien hoe mensen... Het is niet hun ruzie of niet hun situatie. Het hoeft niet, maar ze nemen het echt op voor een ander. En dat vind ik wel echt oprecht heel mooi om te zien. Dianta, mag ik jou bedanken voor je deelname? Zeker. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Goed gedaan. Goed gedaan. Dank je wel. Ja, dank je wel. Goed gedaan. Dat was leuk. En je bent best aardig. Ja. En vond jij ook dat Dianta het goed gedaan heeft? Of heb je zelf een keer zo'n situatie meegemaakt? Laat dat even weten in de comments. Ja, en binnenkort zijn we er weer met een nieuwe gast in your face. Nice. Ja. Nou, tot ziens dan maar weer, hè? Tot ziens. En nu gaan we heel ongemakkelijk zwaaien. Er zijn eigenlijk allemaal mensen terug, maar we moeten de lenzen blijven kijken. Ja. Ben je nou nu ook in zwanger? Nee, ze is net bevallen. Dat ging even heel snel. Tot later. Tjus.